Hey, van harte welkom bij deze video van mij, Helene van Herleven. Superleuk dat je kijkt. Nou, zijn tintelingen en duizelig worden in je hoofd normaal als je ademhalingsoefeningen doet? Dat is een vraag die ik kreeg. Nou, en ik vind het een supergoeie vraag, want heel veel mensen hebben dat. In het gewone leven ook wel een beetje. En dan gaan ze ademhalingsoefeningen doen. En dan hebben ze zoiets van, oh, maar ik voel nog weer tintelingen. En nog meer duizelig en in de vingers is het vaak voor het eerst, maar je kunt het ook rondom je gezicht krijgen. En het kan heel naar en vervelend, maar ook een angstig gevoel geven, omdat je het idee hebt dat je de controle kwijt bent. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Nou, wat gebeurt er nu eigenlijk waardoor dat kan gebeuren? Dat is het volgende. Doordat jij te veel ademt naar de energie eigenlijk die je nodig hebt, dus je ademt meer in dan jij nodig hebt, dan kun je zeggen dat je eigenlijk uit balans bent. Nou, soms is dat prima omdat je bijvoorbeeld een bepaalde ademhalingsoefening doet. Dan ga je eerst heel actief ademen en dan tot rust komen. Dus dan kies je ervoor om dat effect te hebben. En dan is het helemaal prima. Want omdat je zoveel ademt, komt zoveel zuurstof in je lijf. Je CO2 daalt. En dat voel je gewoon. De kleine spiertjes die gaan wat meer aanspannen in je aderen. En dan voel jij dat gewoon heel erg letterlijk. En ja, dat kan een eng gevoel geven, maar als je die ademhalingsoefening doet, is het in principe gewoon helemaal veilig. En ik zeg in principe, want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld iemand super angstig is. Dan zou ik altijd denken, dan is het wel veilig, maar dan voel jij je niet meer veilig. En dan zou ik dat soort oefeningen altijd eerst doen. Als je goed weet wat je doet en misschien ook met iemand, zodat jij je wel veilig blijft voelen. En dat is een hele belangrijke tip, vind ik. Want meestal is het voor je lijf echt, er is niets aan de hand. Maar jouw gedachtes, die vinden daar iets van. Weet je wel, die gaan er een angstverhaal van maken. Dus zorg dat jij je veilig voelt. En dat kan echt helemaal geen kwaad als je dat dus voelt en ervaart bij ademhalingsoefeningen. Want je speelt gewoon met de zuurstof en met de koolzuur in je lichaam. En dat mag tijdens die ademhalingsoefeningen, als die zo bedoeld is in ieder geval. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en tot de volgende keer. Doeg!